Hey mensen, Mark hier, Overwatch Dynasty met vandaag een hele berg awards. Ik heb mijn Wicked League, ik heb mijn Div Rivals, ik heb mijn packs nog van die Afrikaanse set, SBC. Ik kwam er net tijdens opname achter dat je hier de Objectives tab hebt. Nooit opgevallen, totaal niet relevant ook. Maar welkom, duimpje omhoog, deze video zou enorm gewaardeerd worden. Je kan stemmen voor de Midfield Enforcer shit en je standaard FUT swap ding, daar komen we ook zo nog bij. Ik had gezien dat dit was. Oh ja, Fred Party en Renato Sanchez. Je moet Renato Sanchez gekozen hebben. En dit is waarom. Premier League heeft al genoeg middenvelders. Overhyped as fuck. Renato Sanchez in combinatie met Futswap Boateng en Kimmich. Fucking sick. Kies dat. Geloof me. Moet je doen. Oké, hem nemen we. Prima. Ik doe hem even in de club voor er weer een daily objective is waar ik misschien iets voor krijg. God mag het weten. En ik wat eerst wilde laten zien is... Wat ik oprecht, het is goed... Wat die nu heeft gedaan, in principe. Het is goed. De FUT swaps. Voor 3, zo'n was. Op zich, leuk, geinig. Als je een Liga team runt, is hij een goede sentiment om te hebben. Promes, dit is sick. 4 tokens, dat is echt minimale moeite. 99 stemmen, dan zieke jumping. Gewoon echt allround, sicke kaart. Ajax natuurlijk, zat mensen. Ajax special cards van dit jaar. Echt een heel goede om te hebben. Ik zou hem ook kunnen doen, misschien doe ik hem wel. In combinatie met Bergkamp natuurlijk. Ultimate pack voor maar 7 tokens dit keer. Boateng voor 7. Dat is een heel goede kaart. Beste Bundesliga centerback by far. Oprecht geen discussie over. Tank model in-game. Altijd heel goed in eerdere jaren. Meunier, top. Uitstekend. Zijn FUT birthday is al geheilig. En deze kaart is gewoon uitstekend. Je kan hem in-game natuurlijk weer centermid zetten. Het is maar net wat je fijn vindt. Maar dit is een goede deal voor 7. 10 is een mid-icon pack dit keer. 4 minder dan de vorige maand. Prima gedaan. Kan dit in combinatie met Promes is een uitstekende deal. Davinson Sanchez voor 12. Not gonna lie, op zich prima. Maar het is zoiets van... Ik weet niet, ik ben zelfs nooit ver geweest van zijn kaart dit jaar. Op zich. En dan Rashford. Prima kaart, begrijp me niet verkeerd. Maar ook dit lijkt me niet de move. Niet al te hoge jumping nog, weet je. Zo gek als het klinkt, is het net niet kaart in my opinion deze. Maar hey, meningen kunnen daarover verschillen natuurlijk. Dat vind ik tof. En ze hebben David Luiz flashback gedaan, wat we ook... Ik kan dat even laten zien snel, het is niet super relevant. Maar hier, hij is er weer. Ja, ik ga hem niet doen. Ik heb hem ingehad, ik heb hem ingeleverd. Hij was goed. Alleen, ik speel nu met andere centerbacks. Okay, we hebben de dagelijkse voting de SPC ook weer gedaan. Net als de vorige oprecht. Ik kan zelfs minder rares doen. Alleen qua rating moet ik uitkomen. En ik heb eigenlijk alleen maar rares. Alhoewel, momentje. Oké, ik kan er 4 non-rares in gooien. Meer heb je het echt niet. Ik wil het je best laten zien hoor. Het is niet zo dat ik mijn best doe. Maar dit is echt wat ik heb. En dit is tradable goals. Dus daar moeten we het bij laten. Dit leveren in. 45k pack is over het algemeen vrij slecht. Maar je weet maar nooit. Okay. De Rivals gaan we natuurlijk ook claimen. Untradable packs. Dit is eigenlijk van FIFA. Ik wil gewoon leuke shit packen. Weet je, coins maakt me niet echt uit. Die verdien ik wel. En het is ook niet zo dat coins heel relevant zijn. Omdat alles toch daalt. Goud 1. Zoals letterlijk altijd. Het wordt een beetje saai uit je gemaakt. Maar player picks. Ik denk niet dat we iets heel goeds krijgen. Verratti of Bruno Fernandes. Ik had hem getest. Ik was niet heel erg fan van hem. Maar ik denk wel dat hij beter gaat zijn dan Verratti in-game. Dus dat nemen we dan. Dat is een leuke kaart om te hebben. We kunnen Super Submaterial misschien gebruiken. En dan tweede... Thiago Mendes allicht? Zag ik wel een leuke kaart om te hebben. Kunnen we nemen. Prima picks. Tevreden mee. Niet wat ik had verwacht. En ook niet spelers die ik normaal gesproken zou kopen. Dus misschien wel goed in die zin. Weet je, het is niet zo dat ik Ronaldo verwacht of zo. Het zou een beetje heel gek zijn. Oké. 20 packs, we gaan er gewoon doorheen en dan misschien krijgen we iets goeds. Misschien ook wel niet. Als het geen walkout is, dan skip ik het, want dan weten we dat ook gelijk. Kijk, zul je de eerste bijvoorbeeld niet. Er kan nog steeds een special card zijn natuurlijk, begrijp me niet verkeerd. Maar dat bedoel ik. Ik dacht het niet. Alleen hij is bijvoorbeeld 10k of zo natuurlijk. Het is wel leuk om te hebben. We bewaren hem. Misschien kunnen we wat meer voor SPC's die gaan komen. Ik bedoel, ik snap dat EA gewoon special cards in packs wil gooien. Maar het feit dat er zoveel van die zooi is, je moet toch wel een keertje iets goeds krijgen. We krijgen een een Scream Walkout natuurlijk. Oh, dan is het Uruguay centerback. Caceres. Oh, die is nice. Dat is de Lazio kaart nog natuurlijk. Met 99 pace. Oh nee, 99 dribbling en 99 defending. Alleen zijn physicals zijn dus een ramp waarschijnlijk. Ja. Geen idee wat je deze kaart dan moet geven. Ik denk... Ik weet niet, anker gewoon of zo. Dan boost je die strength nog een beetje. Lachen kaart om te hebben. Misschien geven we een keer een run voor een paar wedstrijden. Gewoon om te kunnen zeggen, hey, we hebben hem gebruikt. Oké, premium goal players. We hadden net een walkout, misschien nu weer. Nee, dat dit keer niet. We kunnen wel weer zo'n Murray krijgen of zo. Dat is lachen. Dat is toch weer een easy 10k die anders niet zou hebben. Kan ik je vertellen? Niet het geval. Ik ga die One to Watch SBC gaan we niet doen. Ik heb zoveel scheid daarvan voorbij zien komen op Twitter. Ik probeer even de slechte packs eruit te filteren.
Maar zoveel schijt voorbij zien komen dat ik dacht, ik kan dit gewoon echt niet doen. Het is gewoon niet de moeite en de tijd en de spelers waard. Want ik heb al zo weinig in mijn club en dan ga ik je ook niet als shitty ones to watch spelers uitgeven. Yikes, dat is drama. Niet dat ik in deze wat krijg of zo. Deze paar set van rare mixed shit. Want dat is sowieso brons bij. Dit is van die Afrikaanse SPC set. En dan, ja, dat kan niet heel goed zijn. Ik bedoel, zelfs League SPC spelers zullen jullie niet gek veel waard zijn, denk ik. Hierachter zit al die zooi verstopt. Rare, small rare Electrum players. Wat kan je daar nou echt uit krijgen? Hier. Ik denk, ik zou niet eens borden krijgen, denk ik. Al zou ik de animatie afkijken. Oké, kijken of meer geluk. Nope, het antwoord is nee. We krijgen inderdaad niks. Maar we kunnen wel. Vooral allemaal 100k pack. Mijn ultimate. Hey, Ola John. Wacht, is dit de Ola John? Damn. Damn, joh. Kanonnen. Fuck, dat die nog leeft, joh. Oké, okay, sorry. De meeste van jullie kennen hem misschien niet eens, maar natuurlijk. Die won dat EK of zo. EK voor Jong Oranje, god mag het weten. Echt lang geleden onderhand. Het feit dat hij nu 27 is of zo is echt genoeg. Oké, okay, slechte packs uit de weg. Als het goed is, krijg ik dan nu mijn goede packs. Oh, wat soort Muriel is wel geinig op zich. Het is een waardeloze kaart natuurlijk, begrijp me niet verkeerd. Maar de reden dat ik al deze zooi mijn club nu bewaar, is zodat ik gewoon een beetje random teams kan maken over een paar weken of zo. Ik bedoel, het boeit mensen nu al niet meer wat je gebruikt. Dus kan ik net zo goed gewoon gebruiken wat ik wil. 45k pick was dit, geloof ik. Of niet? Een walkout. Ik skip hem. Ik weet niet waarom. Het is gewoon automatisme. Ik verwacht dat het slecht is. Dat krijg. Vaarman. Oké. Okay. Geinig kaartje. Leuk. Prima. Bewaren we gewoon. Goeie keeper. Al voorgaande jaren. Je weet het. Hij was ziek OP. En nee, die Colombianen zijn niks meer waard. Ik ga ervan uit. Oké. Okay. Deze pack, weer een walkout, zou leuk zijn. Ik denk dat het vooral gewoon het positieve effect is van wat er nu in packs is. Ja, doordat er zoveel zooi in zit, het meeste is waardeloos. Maar het is gewoon leuk om die walkout animatie te zien, ook al is het niet veel waard. Het draait dit jaar toch meer om card collecting dan om wat dan ook. Dus waarom zou je nog heel erg boeien hoeveel waard je walkout is? Zeker omdat je waarschijnlijk tegen deze tijd, als je al überhaupt nog FIFA speelt nu, dan heb je toch al een team dat meer waard is dan de spelers die je nu kan packen. 12 packs, hierna dus nog 11. Geen walkout. Kan weer zo'n Muriel zijn natuurlijk. Maar weet je, zelfs dan, zo'n Muriel en ook zo'n Tielemans is niet eens per se het einde van de ramp. Als ik dan toch een keertje voor de gein gewoon zo'n Once to Watch SPC wil doen, kan ik het wel doen. Dan gooi ik natuurlijk eerst Tielemans erin, want daar heb ik geen ene ster aan. Net als deze 50k pack, die geeft me ook helemaal niks. Maar wie weet. Nee, Christus en Jezus Navas. Deze 2 players pack, want je weet maar nooit. Hé, hey. Nee, oké, geen walkout, wie weet. 80 plus, hopelijk wel, toch? Nee, zelfs dat niet, Jezus. Speler die ik net trouwens kreeg, die Bifuma. Meesten zullen het niet weten. Oude Career Mode Legend op mijn kanaal. If you know, then you know. FIFA 13 Villarreal tijden. Dat is lang geleden, onderhand. Dat is echt lang geleden. Pff, ik krijg veel 82's. Is all I can say. It's untradeable. En dan kan hem ook niet genoeg schelen om naar de transferles te sturen. Oké. Okay. Ik heb nog 100k packs. Ik heb nog de mega packs doe ik eerst. De mega packs zijn bijna altijd scheid. Zal je zien dat het nu niet zo is. Spoiler alert, het is wel zo. Waarschijnlijk. Tenzij je een knife met iets geks, het antwoord is nee. En Zahavi en Pavon en zo is ook een heel erg grote nee. Dat is jammer. Oké, tweede megapack. Hierna moet het al het goede komen als het goed is. Althans, als het leuk is. Kijken. Goed, alsjeblieft iets. Jarstein, dat is niet wat ik zocht. 1000 coins, though. Dat is prima. En Fabboy, nou, kunnen we doorsturen natuurlijk. Oké, als het goed is, heb ik alleen nog 100k packs en ultimate packs. Oké, hier moet iets goeds in zitten. Dat zou leuk zijn, dat zou ideaal zijn. Eerst is een walkout. Oké, dat is top. Het is een Scream walkout. Nee, een Man of the Match walkout. Is het Mahrez? Nee, het is Ghoulam. Is het wie? Wie is dit? Een 84 Ben Sebaini. Nooit, ik weet natuurlijk wie het is in die zin. Maar ik bedoel, ik heb hem nog nooit gezien tegenkomen. Hey! Lachen, man. Dit zijn grappige packs. Ook al is het letterlijk niks waard. Ik bedoel, hij is 10k. Fred is ook 10k. Tadic is ook 10k ongeveer. En die Ben Sebaini is waarschijnlijk hetzelfde verhaal. Maar het ziet er wel leuk uit. En daar kan ik mee leven voor nu. Dus we sturen dat gewoon naar de club. En de rest is pure waardeloze scheid. Ja, man, daar is altijd 800 coins best. Beetje de kakawa van de keepers. Oké, okay. Tweede is ook een walkout. Oké, okay, top. Kom maar door. Wat is het nu? Weer een man of the match? Ja. Het is een Nederlander. Het is een keeper. Sillissen? Heeft hij een man of the match gehad? Een keer? Voor een bekerwedstrijd of zo dan, I guess. Ja, dat sowieso. Maar ik bedoel meer van welke beker? Gewoon de Coppa, I guess. En Jiménez. En Kakawa. Once to watch. Natuurlijk moest hij er een keertje bij komen. Hoeveel is deze man? Ook gewoon 10? Ja, prima. Oké, okay, we'll take it. Stoppen gewoon in de club. En misschien verkoop ik het op een gegeven moment als ik een bepaalde speler wil kopen of een SBC wil doen. Oké. Okay.
100k pack nummer 3 is het walkout nummer 3. Ik ga ervan uit van wel, wat is het ook? Top. Kijk, dat zie ik gewoon graag. Geef me toch het gevoel dat mijn pack iets beter is dan die daadwerkelijk is. Europees, Portugees, Pizzi. Dat is geen verkeerde kaart. Weet je, het is niet de allerbeste, want zover kwamen ze ook weer niet. Maar voor een CM is degelijk. Ik weet dat jullie vinden het niet, maar ik vind degelijk. Saul, prima. Top, genoeg SBC-materiaal. Deze packs doen me wel beseffen hoe weinig ik nog in mijn club had. Echt mijn hele zooi gewoon leeggeruimd. Oké. Ultimate. 100k pack 4. Walkout 4. Natuurlijk. Waarom zeg ik het überhaupt nog op dit tempo? Boven het birthday? Ja, oh nee. Wants to watch. Dat is Kaita. Die heeft geen inform gehad dit jaar. Dus daar hebben we niet echt wat aan. En Chalanoglu is een screamcard. Gaan we een kans geven? Gaan we een kans geven op een gegeven moment? Hij is misschien een paar k waard? Ja. Ik weet niet waarom hij altijd. Waarschijnlijk omdat hij gewoon een van de weinige semi-hooggeredet linksbacks is. Net als Kolarov. Handig om te onthouden. Oké. Okay. 3 ultimate packs. Als er 1 goede bij zit. Waarom is altijd ultimate packs is gewoon word je op genaaid? Dit is inmiddels een Europese kaart. Sahavi. Oh nee, Daboer. 81 graded. Daar word je niet heel warm van. Ultimate packs zijn altijd de slechtere packs, zo lijkt het. Ik weet niet waarom het zo is, maar het is zo. Oscar en Mandanda zijn allebei puur waardeloos. Dus die stoppen we gewoon weg. Kunnen we mee leven. Oké, okay, de laatste 2 zou leuk zijn als ik iets goeds krijg. Het zou leuk zijn. Ik zeg niet dat ik het verwacht, maar het zou leuk zijn. Walkout. Top. Oké, okay, geef me iets goeds. Is dit een fit birthday? Dit is een fit birthday. Ja, oké. Okay. Frans. Spits. Nee, Martial. Dat is ook prima. Dat is echt wel prima. Ja, weet je, dat kan ik. Daar kan ik heel erg mee leven. Wat is de rest? Pedraza is dan... Oké, de rest is best wel scheid. Not gonna lie. Dat is wel gewoon zo. Hij is weinig waard tegenwoordig nog. Hij is 50k, hoorde ik gisteren. Dan zal het nu iets meer zijn. Ja, zullen we zeggen 65. Maar ik vind het een prima kaartje. Het is leuk om te hebben, zeker. We gaan hem gebruiken. Mensen zullen zeggen, doe dat nou niet. Maar ik bedoel, ja, wat boeit het nog? Is mijn andere 85 nog wel waard? Rabiot. Ik bedoel, hij wordt wel zeldzaam binnenkort als hij zijn transferkaart krijgt. Maar de eerste is niet een tradable. En een Giuliano is niks waard. Dus de rest mag wel gewoon weg. Oké. Okay. Laatste ultimate pack, alsjeblieft gewoon een walkout. Gewoon een walkout. Ja, prima. Oké, okay, kom maar door. Welke is dit dan? Oh, gewone. Allee, dat kan natuurlijk ook nog steeds. Neuer, alsjeblieft. Nee, het is Özil. Wat welkom is, maar niet het allerbeste van wat je kan krijgen natuurlijk. Özil, klik. Ja, de rest is wat het is. Oh, mijn andere en anders is ook al... Oh nee, oké, okay, cool. Die weet ik natuurlijk, die is nu duplicate, want ik had hem net nog. Oké. Okay. Oké, prima. Ik verkoop even wat ik gelist heb. Right, overal redelijk tevreden met de awards die ik heb gekregen. Club aangevuld met een goed aantal special cards. Sommige tradable, sommige untradable. Maar het ziet er wel fraai uit. Ik heb de daily objective gecheckt. Ik kan hem discarden, want ik ga hem niet nodig hebben. Leuk om te hebben. Sommige gaan we gebruiken, sommige niet. Maar we kunnen hier gewoon wat geinige teams in maken. En dat is voor mij in dit stadium waar het gewoon nog om gaat. Ik weet dat vele mensen zullen zeggen, oh, die kaart niet meta, dit en dat. Maar... er is genoeg waar we wel wat mee kunnen. We hebben 1.2 mil. Mijn completionist ding moet ik nog krijgen. Net als jullie. Dat gaan ze vrijdag fixen, zeiden ze. Op Twitter zei Zorro dat. Dus dat zal wel goed komen. En dan hebben we 2 spelers al die verkocht zijn van de 3. Waar we toch wel degelijk coins aan verdienen. Dus het is 2900 hier. Hij gaat zo voor 9300 weg. Dat vind ik prima. Ik dank jullie wel voor het kijken. En dan zie ik jullie later. Joejoe.